In deze video gaan we vrolijke bloemen maken. Wat heb je hiervoor nodig? Rocailles, en wij gebruiken hier de 3 mm rocailles. We hebben ook nog 2 mm gouden rocailles en 4 mm gouden rocailles. En dit zijn de normale kralen die we gebruiken. Dan hebben we de 9 mm zoetwaterparels, 6 mm facetkralen, nog wat andere 2 mm rocailles, een schaartje. We gebruiken knijpkralen. Ook gebruiken we van deze sluitingen, buitenringetjes in 4 mm en karabijnsluitingen. Laten we aan de slag gaan. We beginnen met het Miyuki koord afknippen en we gaan hier ongeveer een meter van nodig hebben. Ik ga hier eerst een karabijnsluiting over doen. Dit hoeft overigens niet, maar ik vind het fijn. En dan knip ik het af, zodat het aan beide kanten ongeveer 50 centimeter is. En dan haal ik vervolgens de knijpkraal over beide draden heen. En die ga ik helemaal naar de karabijnsluiting toe. En dan ga ik het ongeveer een centimeter van de karabijnsluiting af dichtknijpen. En dan knip ik het draadje door. En haal ik de karabijnsluiting ervan af. En ik vind het gewoon fijn, omdat dan de knijpkraal niet makkelijk ervan afgaat. Dus voor mij werkt het fijn. Nou, hier heb ik niet zo'n hele goede positie, maar ik ga mijn sluiting naar het begin toe halen. En die ga ik dan over de karabijnsluiting heen knijpen. En dan haal ik door het oogje van de sluiting even een visdraadje heen, waarmee ik makkelijk onder het kradenbord vast kan klemmen. En dat ga ik hier doen. En dan ga ik vervolgens de uiteindes ervan afknippen, zodat mijn Miyuki draad er niet aan blijft hangen. En als ik dat dan gedaan heb, dan kan ik aan de slag gaan met mijn armbandje. En ik ga beginnen met een bloem. Hiervoor ga ik eerst één blauw kraaltje over mijn draad heen halen. En dat andere draad, dat ga ik er dus diagonaal doorheen halen. En dan ziet het er dus zo uit. Dus dan heb je allebei de uiteindes aan één kant. En dat trek ik dan vervolgens aan naar het begin. En dan ga ik aan de rechterkant 2 kralen over het draad halen. En aan de linkerkant. En dan ziet het er zo uit. Dan ga ik de gouden kraal weer diagonaal. Dus één draad van de rechterkant en één draad van de linkerkant. En dat trek ik dan aan. En dan haal ik het rechte draad boven door mijn blauwe kralen heen. Dus door mijn 2 blauwe kralen. En mijn linker draad haal ik door mijn linker 2 blauwe kralen heen. En als ik dat dan gedaan heb, dan kan ik het geheel met beleid aan gaan trekken. Het is wel zo dat ik de draden allebei op dezelfde positie eruit haal. Dus 2 aan de onderkant of 2 aan de bovenkant. Dan doe ik ook de andere blauwe kraal diagonaal om het bloemetje af te maken. Dan doe ik beide draden vanuit één kant over mijn zoetwater, door mijn zoetwaterparel heen. En deze duw ik tegen het bloemetje aan. En vanuit daar ga ik bedenken wat ik wil gaan doen. En ik denk dat ik hier iets met die facetkraal wil maken. En dan moet ik even bepalen of ik de blauwe streepjes rocailles wil gebruiken. Of de 2 mm gouden rocailles. En ik denk dat ik in dit geval voor de 2 mm gouden ga. Dus dan ga ik eerst een goud kraaltje over beide draden heen halen. Dus nu niet diagonaal, maar gewoon beide vanuit dezelfde kant. En dan haal ik dat naar het begin van mijn draad toe. En dan moet ik even kijken hoeveel kraaltjes ik nodig heb om de facet mooi te plaatsen. Ik gok dat het er 3 zijn. Dus ik ga 3 gouden kraaltjes aan de rechterkant doen. En 3 gouden kraaltjes aan de linkerkant. En dat trek ik dan naar het begin toe. En dan ga ik de facetkraal diagonaal weer over het draad halen. Dus 1 draad vanuit de rechterkant. En het andere draad vanuit de linkerkant door de facetkraal heen. En ook dit trek ik dan weer naar het begin van mijn armbandje toe. En dan hebben we dus echt het begin van ons rode bloemenarmbandje gemaakt. Dan doe ik ook weer aan de andere kant van de facetkraal 3 gouden kraaltjes aan de rechterkant en 3 gouden kraaltjes aan de linkerkant. En dan vervolgens weer 1 goud kraaltje wat over beide draden vanuit dezelfde kant gaat. Zodat ik mijn driehoekje vanaf het facetkraaltje gemaakt heb. Hier zie je nog het gouden kraaltje wat over beide draden heen gaat.
Dat trek ik aan en dan kijk ik hoe het uitziet. Nou, ik vind hem helemaal leuk. Dus nu kan ik door aan het volgende bloemetje. En ik heb er hiervoor gekozen om voor een roze bloemetje te gaan. Omdat ik denk dat het leuk is om een beetje afwisseling te hebben. Maar dat is natuurlijk ook jouw eigen smaak. Dus ook hier bij die roze ga ik weer beginnen met een roze kraaltje waarbij de draden allebei vanuit de andere kant gestoken worden. Dan trek ik het weer aan. En dan ga ik weer twee kralen aan de rechterkant en twee kralen aan de linkerkant doen. Eerst hier twee kralen aan de rechterkant. Nou, ik ga naar het begin. Dan de linkerkant. Daar doe ik dus ook twee kralen overheen. Ook dit haal ik weer naar het begin. En dan pak ik weer een gouden kraaltje. Eerst mijn rechter draad er doorheen en dan de linker draad de diagonaal doorheen. Dus vanuit de andere kant. En als ik dat dan weer gedaan heb, dan trek ik dat weer naar het begin toe. Dan kan ik vervolgens weer mijn rechter draad door mijn rechter twee kraaltjes steken. Mijn linker draad door mijn linker twee kraaltjes steken. Het geheel aantrekken. Nou, weer een kraaltje over mijn rechter draad en linker draad er doorheen. Weer aantrekken. Dan weer een parel over beide draden. Dan kan ik weer beginnen met mijn facet. En deze stappen blijf ik dus continu herhalen totdat het armbandje lang genoeg is. En ik sluit vervolgens weer af met een blauw bloemetje. In totaal heeft deze armband 3 blauwe bloemetjes en 2 roze. En als ik dat dan gedaan heb, dan kan ik mijn armbandje gaan afwerken. En hiervoor ga ik eerst het eindkapje over beide draden heen halen. En na het eindkapje kan ik natuurlijk ook mijn knijpkraal over beide draden heen gaan halen. En dan kan ik mijn knijpkraal dicht gaan knijpen. En als die goed genoeg dicht zit, dan kan ik ook het draad af gaan knippen. En uiteraard kan ik na het afknippen van het draad ook nog zorgen dat mijn eindkapje dichtgeknepen wordt. En als ik dat dan gedaan heb, dan kan ik het slotje gaan bevestigen aan mijn armbandje. Uiteraard kan je ook nog met een verlengkettingje werken. Ik vind hem echt zo leuk en zo vrolijk om de pols. Nou, dan ga ik mijn buikringetje pakken. En dat doe ik met twee tangetjes in de tegengestelde richting openmaken. Dan haal ik de oogjes van mijn eindkapje over het buikringetje heen. En dan doe ik ze weer dicht maken door weer naar elkaar toe te bewegen. Dan ga ik ook aan de andere kant doen. Dus weer mijn buikringetje weer tussen het tangetje. Openmaken, dan hang ik mijn karabijnsluiting aan. En na mijn karabijnsluiting ook de sluiting van mijn armbandje. En ook dit doe ik vervolgens weer terug buigen, zodat het weer mooi gesloten is. En dan is het armbandje klaar. En dan ziet het er zo uit. Nou, mocht je dit nou een leuke video vinden, vaker van dit soort video's willen zien, vergeet je dan zeker niet te abonneren op het kanaal en een like achter te laten onder deze video. Bedankt voor het kijken!